Volkswagen mag dan wel miljoenen dieselauto's terugroepen om de schade te beperken. Maar gedupeerde beleggers maken zich ondertussen op voor megaclaims tegen de autofabrikant. Zo ook de Nederlandse Vereniging van Effectenbezitters, directeur Paul Koster. We hebben al talloze meldingen gehad bij de VEB. En dat betekent dat Nederlandse beleggers in zo'n groot concern als Volkswagen ook belegd hebben. Maar daarnaast ook natuurlijk de pensioenfondsen en de beleggingsfondsen die beleggen in dit soort aandelen. Ze hebben toegegeven dat ze hebben zitten sjoemelen met de apparatuur. Ze hebben 11 miljoen auto's teruggeroepen. Er zijn nu allerlei drastische maatregelen. En in feite heeft Winterkorn toegegeven dat er heel veel dingen fout zijn gegaan. We hebben nou juist in Nederland als VEB een procedure gestart waarbij we Volkswagen aansprakelijk hebben gesteld. Volkswagen heeft tot 15 oktober om daarop te reageren. Dat betekent dat beleggers die via een Nederlandse bank of buitenlandse beleggers die via een Nederlandse bank of broker aandelen in Volkswagen hebben gekocht, bij ons zich kunnen melden. En wij gaan proberen die claim bij Volkswagen neer te leggen. Het is ook een beetje wat je ziet overwaaien uit Amerika, dat er natuurlijk altijd partijen zijn die denken dit is een geweldige gelegenheid voor ons om ook mee te doen in deze hele procedure. Maar die vragen vaak 20% van de opbrengst.